Tutta bella, ragione! Di Tilburich! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Barbarian Sound Studio. Uit 2012. Barbarian Sound Studio gaat over een geluidstechnicus genaamd Gilderoy. En die wordt gevraagd om een Italiaanse film te voorzien van geluid. Maar hij komt er tijdens het proces achter dat het gaat om een giallo. Iets waar hij weinig verstand van heeft. En hij weet niet of hij de geschikte gast is om daar het geluid onder te plaatsen. Santini, de regisseur van deze film, die heeft wel degelijk de indruk dat Gilderoy de juiste man is. En hij heeft hem dus ook ingehuurd. Hij wordt ook met open armen ontvangen door de producer van de film. Hij wordt eigenlijk gelijk aan het werk gezet. Gepusht door de druk van de studio en ook door de charmante regisseur wordt hij op een gegeven moment bijna gedwongen om deze film tot een einde te brengen. Hij is dus eigenlijk lost in translation, omdat hij dus de taal niet begrijpt. Het feit dat hij in Italië is en niets weet van de gewoontes zorgt ervoor dat hij niet helemaal krijgt wat hij wil. En dat is Barbarian Sound Studio. Je komt dus in een geluidsstudio in de jaren 70 met allemaal tapes en oude synthesizer-achtige apparaten. Analoge apparatuur. Precies. Dus dat moet je even in mind hebben voordat je verder gaat. Nou, de film begint. Je denkt, oh no, dat belooft wat. En dan komt hij aan bij de secretaresse van de soundstudio. Sudiu! Ik zei gewoon letterlijk, Sudiu! Mijn god! Als je dan toch een giallo film behandelt, dan moet je wel zorgen dat er zo'n type in zit. Ja. Nou heeft deze film natuurlijk raakvlakken met films die wij al eerder hebben gedaan. Deze film staat al heel lang op ons lijstje. Mm-hmm. Misschien al vanaf het begin dat wij cinemaatjes doen, staat deze ertussen. En elke keer was het zo'n dingetje van, nee, we moeten eerst een paar films hebben gedaan om een duidelijke indruk te hebben voor deze film. En zeker ook de Italiaanse films waar jij er minder van had gezien op dat moment. Dat en dat klopt, is niet ten nadele van jou, maar meer van, je moet een beetje een achtergrond hebben voordat je deze film kan bekijken. En ik denk ook dat dat een duidelijk signaal is naar degene die deze film wil kijken. En dan zeg ik alleen maar Italiaanse cinema. Als je die niet kent, dan ben je eigenlijk gewoon de hoofdpersoon van deze film. Ja. We hebben dus raakvlakken met meerdere films die wij hebben gedaan. We hebben natuurlijk al meer dan 130 films gedaan. Nou, we hebben dus Blowout hebben we gedaan. Ja, heel goed vergelijk trouwens. Ja, want die gaat ook over zo'n sound engineer. We hebben Pontypool gedaan. Wat heel erg vergelijkbaar is met deze film. Omdat dat ook in een soort van geluidsstudio zich afspeelt. Ja, van hoeveel je kan doen met een film die zich afspeelt op één locatie in principe. Ja, en waarin je eigenlijk het verhaal vertelt zonder iets te laten zien. Precies. De reden waarom ik dit zeg is dat je als kijker denkt van, nou, ik ben niet zo thuis in de Italiaanse cinema. Dat je wel kan denken van, nou, die films die ze nu opnoemen, daar heb ik inderdaad al eens een keer bij Cinemaatjes gezien. Ik heb toen gekeken naar die film, omdat jullie dat aanraden, of misschien was het voor mij interessant genoeg om ernaar te kijken. Dat je denkt van, nou, als ze die nu noemen, dan is dit misschien ook wel iets voor mij, ondanks het feit dat ik helemaal niet zo thuis ben in de Italiaanse cinema. Dat klopt. Natuurlijk moet ik ook nog even noemen Evil Ed. Oh, ja, zeker. Een soortgelijk verhaal. Ja, ja, ja. Alleen anders uitgewerkt. Ja, subtieler uitgewerkt, moet ik zeggen. En ik wil zelfs eigenlijk ook nog de Texas Chainsaw Massacre 2 erbij halen. Oh ja, het gedeelte in die radiostudio. Ja, Radio Kokkola. Kokkola! Voor al uw redneck muziek en Texaanse nieuwsberichten. Dat was het. Ja, we zijn al 3 jaar bezig, hè, dus dan krijg je dat. Weet je waar we ooit mee begonnen? Met Atomic Blonde! Atomic Blonde! Weet je wie in Atomic Blonde speelde? Toby Jones. Dat klopt. Toby Jones? Die zat er zeker in. Ja, en ik speelt dus, in deze film is hij de hoofdrol. Hij is Gilderoy, de sound engineer. Hoe hij het speelt is fantastisch. Ik vind Toby Jones een hele goede acteur. Ja. Nou, deze film gaat over een sound engineer. Dat betekent dus dat het geluid
van de film die hij moet voorzien van geluid fantastisch is gedaan. Maar dat betekent dus ook dat deze film een fantastisch geluid heeft. Ja, je zou het kunnen vergelijken met zo'n film als Suspiria. Ja. Dus een heksenfilm. Het verhaal suggereert ze door geluid. En het mooie is, je krijgt de film amper te zien. Je krijgt niks van de film te zien. Je hoort alleen het geluid. Je ziet ook de actrices of de... Maar op een gegeven moment weet je ook wat ongeveer het verhaal moet zijn. En... Maar in sommige scènes werd ook vooraf verteld van... We gaan nu dit en dit opnemen. Ja, maar dat is heel goed. En dan gaat dit en dit gebeuren. Ja, het werkt heel goed voor de film. Dat je zelf wel enigszins een beeld kan vormen van... Waar kijken ze naar? Ja. Dat is heel sterk gedaan. En wat dat dan weer tegen mij zegt is... Ik wil heel graag Il Forte Equestre zien. Oh, die had ik zo graag willen zien. Die wil ik zeker zien, want ik weet 100% zeker dat daar wel tieten in zitten. Maar het geluid is dus fantastisch. En niet alleen dus van Il Forte Equestre, maar ook van Barbarian Sound Studio. De film die hij van geluid voorziet, dat is een giallo film. Maar wat je ziet aan beeld, wat de Barbarian Sound Studio zelf voor film is... Qua beeld is dat heel erg giallo ook. Ik heb geen negatieve dingen over hoe de film eruit ziet. Bij ieder shot denk ik, wauw. Nou, wat mij heel erg opviel, en dat is dan weer editing denk ik van de film... Er waren hele subtiele overgangen naar nieuwe scènes. Ja. Oh shit, daar hebben ze inventief gedaan. Sommige tussenshots vond ik te lang. Wat ik wel heel goed vond, waren bepaalde dialogen, hoe die gefilmd waren. En je moet het ook wel een beetje hebben van dialogen, maar ook weer niet eigenlijk. Want die vervreemding, dat is misschien wel het belangrijkste punt. En dan heb je nog een eikpunt, dat is dat hij brieven krijgt van zijn moeder. Ja. En die verhalen over de thuissituatie. Mm-hmm. En die halen hem enigszins... uit het verhaal, maar niet helemaal. Omdat hij in het buitenland zit, neemt hij dat mee in het verhaal. Het is surreëel. En die gedeeltes vind ik heel sterk. Ja, maar dat is ook een beetje, denk ik, wel de rode draad van de film. Eigenlijk. Ja, dat is zeker de rode draad van de film. Daar kunnen we er niet te veel over zeggen. Maar dat maakt het wel een psychologische horrorfilm. Don't call my film horror again. Als je niet van films houdt... Die als je niet van films houdt. Dan zou ik niet naar Barbarian Sound Studio nee. kijken. Als je niet van films houdt die geen duidelijk verhaal hebben van begin naar het eind. Dan zou ik ook niet zeggen, kijk Barbarian Sound Studio. Nee, dan denk ik dat je je stierlijk gaat vervelen. Maar als cinemaatjes zijnde is dit een echte cinemaatjes aanrader. Ik wil gewoon een mooi audiovisueel spektakel. Ik hoef niet per se een verhaal te volgen van A tot Z. Mij maakt het niet uit als ik maar vermaakt word, mijn zintuigen worden geprikkeld. Wordt. Ja. Ja, dan vind ik het prima. Dan ben ik heel blij. En dat ben ik. Ik ben met deze film heel blij. Maar ik zit wel met een aantal vragen. En dat is misschien niet zo heel erg, want dat betekent dat ik gewoon de film nog een keer kan kijken. En deze film kan ik nog een keer kijken, omdat hij fantastisch uitziet. Omdat het fantastisch geluid is. Goed geacteerd. Leuke karakters. Ik hou ervan. Mooie secretaresse. Ik blijf het nog maar even zeggen, want we hebben geen titel gehad. Dus ja, ik moet toch iets zeggen. Hè? En dan nog is hij een aanrader. Ja, ongelooflijk. De laatste 20 minuten dacht ik heb het idee dat hij gewoon op elk willekeurig moment kan stoppen. En dat had ik ook. Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. Dat klopt. We zijn net 3 jaar verder. Ja, dat klopt. 3 jaar bezig. Ja, laten we dan mee stoppen. Nou, nee. Weet je wat je zou kunnen doen? Je zou kunnen dat doen. Oh. Dat helpt. Dat helpt. En als je dit doet, ja. Dan komt er een jaar bij. Oh. En als je dat doet, oh. Komt er ook een jaar bij. En we hebben de meestal gedaan, denk ik. Ja, maar dus als je dit nog eens doet, dan komt er zeker een jaar bij. Dus een kleine 4 jaar er nog bij. Maar dan moet je die shit wel delen. Ja. En dan zeggen wij... Tot de volgende keer!